mijn boek gaat over mensen op leeftijd die voor hun stokoude ouders zorgen. Dit najaar stond er een artikel in de wetenschapsbijlage dat meisjes die nu geboren worden wel 100 kunnen worden. 100! Dat betekent dat iemand van 75 zou moeten zorgen voor iemand van 100. Of, ook heel vreselijk, iemand van 50 en voor oma en voor grootje. Dat is verschrikkelijk. Want het is, als je 50 plus bent, dan dat is de leeftijd dat je gaat dromen over je vrijheid. Niet meer hoeven werken. Oogsten wat je gezaaid hebt. En in plaats van leuk op een cruise, moet je iedere dag bellen met je bejaarde ouders, omdat je je zorgen maakt omdat je van ze houdt. Of omdat je je zorgen maakt en voortdurend geconfronteerd wordt met wat er niet goed ging in de relatie. Het kan wel zijn dat je op je 18e het huis uit bent gegaan en denkt, dan ga ik helemaal aan de andere kant van de wereld wonen. Of de andere kant van Nederland. Of desnoods de andere kant van de stad. Om maar niet heel dicht bij mijn ouders te zijn. Om maar niet heel dicht bij mijn familie te zijn. Om eindelijk van die enge zuster af te zijn. En dan worden je ouders hulpbeoefend. En dan mag je terug. Of dan moet je weer die afstand overbruggen. Omdat je voor ze moet zorgen. En plotseling moet je je weer met je broers en zusters aaneensluiten. Je moet samen voor die oude ouders zorgen. En als één van de twee overlijdt, dan moet je op de overgebleven partij, en die is niet vrolijk, moet je gaan passen. Want zelfs als het een slecht huwelijk was, die vader, of meestal de vader, die was er toch maar elke dag. Mijn moeder is altijd kwaad, vertelde een vrouw mij. Ze vindt het verschrikkelijk dat ze zelf niets meer kan. En in plaats van dankbaar is ze kwaad op de thuiszorg die pas om 9:45 komt. Of zelfs nog later omdat zij niet de enige is die uit bed moet worden gehaald. Kwaad op tafeltje dekje omdat ze niet van bloemkool houdt. Of omdat de porties te groot zijn of de pudding te zoet. En boven alles is ze kwaad op mij. Deze vrouw is een engel. Ze haalt haar moeder 3 keer per week op om haar naar de polykliniek te brengen, de oogarts, de tandarts, de apotheek of waar mama naar toegebracht moet worden. Als ik binnenkom, zegt mijn moeder, die kleur grijs staat je niet, die maakt je faal, je hebt toch al zo'n bleke huid. Als ik me van eraf wend om haar niet te laten zien dat ik me erger, hoor ik achter me, ben je aangekomen? Ik laat me niet uitdagen, dus ik zeg niks terug. Ik heb ook medelijden met haar. Ze gaat nooit meer iets meemaken, nooit meer boodschappen doen. Nooit meer met de trein. Eigenlijk is haar leven voorbij. Dat vind ik zo erg. Want ik hou toch van haar.